Ja, wat is op gasten? Ik ben Wes en welkom bij de Wolfgamer! Ja jongens, wij gaan vandaag weer Battlefield spelen, alweer de 14e aflevering. Ik moest even kijken op mijn tweede scherm, maar de 14e aflevering. Wij gaan vandaag weer een potje Team Deathmatch doen. Laten we gewoon snel beginnen, want dat is natuurlijk ook het belangrijkste om te doen. We gaan natuurlijk kills maken, hopelijk. We gaan natuurlijk proberen om niet dood te gaan. Maar natuurlijk gaan we dood, want er blijven mensen die toch hoog in de rank zitten. Ik zit trouwens in op level 12. Nee, level 15, sorry. Waarvoor zeg ik überhaupt level 12? Maar goed, level 12, level 15. Zeg ik het weer verkeerd. Level 15 zit ik. Dus ik ben in ieder geval wat hoger gegaan. We hebben geen bonus pakket of geen crate of dat soort dingen. In ieder geval geen texture crate. Ja, geen kist. Dus dat is jammer. Game moet nog laden, dus dat is in ieder geval iets wat nog moet wachten. Hoop in ieder geval dat jullie het leuk gaan vinden natuurlijk. En er komt morgen een video online voor over dingetjes van de crew en zo. En we gaan wat leuks doen. En daar vertellen we ook in dat wij een Q&A gaan doen. Dus ik ga vanaf morgen een Q&A foto op mijn Instagram en op mijn Facebook en op mijn Twitter ga ik een plaatje van een Q&A ga ik posten en dan kan je daar dus je vraag achterlaten daaronder. Je kan natuurlijk daaronder, als je die vraag stelt naar bijvoorbeeld Frans of naar Cecilia of naar mij toe, dan zet dan even daarvoor natuurlijk de naam neer en dan gaan wij natuurlijk in de woensdagvlog natuurlijk van de crew, gaan wij dat natuurlijk vertellen. De volgende week. Maar in ieder geval, je kan het dus nu alvast insturen. Wij gaan in ieder geval in een potje, wij staan in ieder geval voor, dus dat is mooi. Wij gaan snel in de battle, want oh shit, ze staan voor. Nope! Oh, level 90. Dat had ik kunnen verwachten. Hey, ik ben gerevived. Voorzichtig, ze zwerven de granaten! Dat is dood. Mooi. Shit. En toen was ik dood. Ik ben door iemand met een mes dood gemaakt. Ik vind het knap, want ik was best wel hoog. Battlefield, hè. Battlefield is altijd raar. Let's go. Gaan we weer een stukje terug. Hopelijk kunnen we het weer een beetje vinden. Ik ben echt totaal slecht ermee met dit deel. Maar we kunnen kijken of we nog wat kills maken natuurlijk. Een beetje kunnen killen. Kom op zeg jongens. Kijk, ik heb twee keer dood al. Jongen. Het moet gekker worden. Toen was het potje voorbij. Defeated! Helaas! Even kijken. Welke gaan we nemen? We gaan deze nemen, maar. Of hebben we nou allebei gekozen? Nee, we nemen gewoon lekker deze. In ieder geval, we hebben verloren. We hebben geen kills kunnen maken. En we zijn twee keer dood gegaan. Dat is jammer. What the fuck is dit?
best of the, ja, de best of the empire dingen. Dus dat is eigenlijk weer dat ze weer een extra tooltje erin hebben gestopt, dat je dus ook nog de beste tussen ziet, terwijl je hier eigenlijk dat ook al ziet. Dat is best wel kut. Ja, continue. We krijgen natuurlijk geen bonuspakket, dus ja, laten we gewoon de volgende potje natuurlijk even afwachten. En ja, dan gaan we gewoon dus verder. In ieder geval, dus laat dus je vraag achter op mijn Facebook, Twitter of Instagram voor de Q&A. Voor de rest heb ik heel weinig. Ja, het is over een week of zo dat wij, dat ik in ieder geval jarig ben. Ik ben op 4 juli ben ik jarig. En dan bestaat ook de Wolfgamer bestaat dan ook 2 jaar dan. Dus dat is mooi. Maar daar gaan jullie natuurlijk wel weer een video van zien. Dat wij natuurlijk met de crew en met vrienden gewoon lekker wat gezelligs gaan doen. Voor mijn verjaardag. En dat ook tegelijkertijd voor de crew is natuurlijk. Of voor de Wolfgamer. De crew is dan natuurlijk dan er ook gewoon bij. Omdat het ook een soort van vrienden zijn. Dus daar gaan jullie nog een video voor zien natuurlijk. Maar zo lang is het nog steeds niet. Het video komt in ieder geval na 8 juli. Ik ben zelf jarig op 4 juli, maar dan vier ik zelf mijn verjaardag met mijn familie natuurlijk. Maar 8 juli gaan wij met de crew en met vrienden gaan wij lekker feesten. En dan komt dus die dinsdag, komt dus de aflevering online. Maar tegen die tijd herhaal ik het nog wel even. Het duurt nog een week. Dus tegen die tijd herhaal ik het nog wel. En dan zien we in ieder geval weer dan weer een vlogaflevering. Wat ook al een tijdje geleden is. Want de vorige vlogaflevering is van Dutch to Gathering. Als ik het nog niet heb. Dus dat is best wel een tijdje geleden. Our side have struck first. Ik zal het daarin met. Oh, wat een fucking kut sniper. Our side is in the lead. Kom op jongens, ik zou het toch wel mooi kunnen doen. Ik zou eigenlijk nu gewoon een sniper laten moeten wezen. Maar ja. Stel je voor dat je een sniper bent, dan ben je weer dood. Zo snel mogelijk. Dat zit er nooit mee. Ja hoor. Nog 10% heeld. jongen. Bij een teammate even spannen, want noodzakelijker. Our side is in the lead. Oh, dat is alleen maar goed. Die zijn dood. Holy crap. Scared as shit. Our side is in the lead. Let's go. We gaan deze kant maar even op, want dat lijkt me het beste. Dan ben ik er door. The enemy is in the lead. Joh. Vertel je maar wat nieuws. Toch? Enemy team is in the lead. Dat zei je net ook al. Waar zijn die enemies? Ik heb niet maar hier echt helemaal niemand. Het zou misschien de rondjes hebben. En niet op de goede plek ben. Raakt hem wel. En dit is echt zo'n crew logo ook. Die die gast hebt. Dus dat ik voorneem dus dat hij of in een crew zit of dat soort dingen. Ik herken het plaatje in ieder geval wel. En mocht je het plaatje niet herkennen, kijk de volgende vorige aflevering even dan. Zie je hoogstwaarschijnlijk wel dat ik door een van die gasten ben gedood. Met hetzelfde plaatje. Of het moet een plaatje, een standaard plaatje zijn, maar ik denk het niet.
Ik denk dat het gewoon een gevoel is. The enemy is in the lead. Jammer. Maar goed, je blijft het houden hier in het game. Maar ja, de hond is bang. Enemy team is in the lead. Zo! Wat de... Oeh! Hij rende die kant op! Dit vind ik echt een kill die niet klopt. Want hij rende achter een teammate aan, of in ieder geval achter een van de teammates. En op een gegeven moment was ik dood en ik werd van achteren beschoten en hij liep voor. Dus dat klopt al niet. Dus dan kun je al nagaan dat het al helemaal niet ook klopt. Natuurlijk drink ik dood. Maar ik heb wel een kill. Als het goed is heb ik een kill, ja. Dat is een parade eigenlijk zo. Ik heb al jeuk bij mijn neus. Het is toch zo vervelend als je zo'n Battlefield-beetje speelt. Dan had ik een kill. Ik heb tenminste volgens mij de persoon gekild die mijn heb doodgeschoten. Ja. Of niet? Was het deze gast die me weer doodde? Ik weet het allemaal niet meer. Maar onze collega's in die bunker worden hier vol goed aan het vuur genomen. Dood. Dood. Ik had het gezien, een level 2, hè. Ik word gewoon gekild door een persoon van level 2. Het kan dus allemaal in Battlefield. Het kan dus gewoon wezen dat het gewoon puur geluk is. Het is voornamelijk wel met rangsysteem, maar het is dus ook gewoon dat je dus tijd gewoon op het moment is. En dat het gewoon dus ook gewoon oostersnaling soms gewoon aan kan doen. Doodgeschoten door een raampie. Terwijl hij niet daar stond. Maar hij is wel dood. Dat is blij. Ik ben blij. Blij. 8 keer dood. 3 kills. Nou. Goed. Kom op, jump! Bijna 10% hield. Oh, kill hem. Ja, dank je. Assist. Assist kill. Dank je. Yo. Hey. Blitsen door de deur. Staat er iemand? Ja.
Haha, victory! Scherp kill. Scherp kill. GG. Zit lekker met je hoofd in de muur. Ah, kut. Weer die persoon, hè? Weer die persoon. Weer precies met die kutclan. Ik haat het zo. Ik kan net weer eens fucking om lachen. Echt, gast. Dat zijn kids van ons zo vaak. Ik hou er niet van om hier in het open te lopen. Dan word je dood. Haha. Ik ben weer doodgeschoten door een gastje die we herkennen. 11 keer dood, 6 kills. Wat het meeste goed al moet voor. Dat moet wel zeggen. Dat komt niet zo goed. Maar zo gaat iemand hier aan. Waarvoor jump je er niet overheen? Jongen, kun je niet meer jumpen, soldaat? Echt, mijn soldaatje is moe of zo met jumpen. Defeated. Ik heb 6 kills en 11 keer dood. Dus dat is redelijk. 6 keer, of 2 keer 6 is in 12, dus ik heb nog minder als het bij elkaar optelt. Maar het is niet zo goed, maar je, dat heb je. We gaan even wachten. Ja, natuurlijk krijgen we de beste teams. Beste GG. Jongen. Hou Joost. Battlefield is echt zo te voorspellen van wie, hoe het er gaat uitzien en dat soort dingetjes. Wie is dit? Ja, die heeft geen plaatje of zo, en die ook niet. We gaan quitten. Want ik wil niet meer met die hackers. En met die groep van. Die groep speler wil ik niet. Of crew speler, clan speler wil ik niet meer zitten. Dus. Dan gaan we hier dan voor skippen. Dan gaan we nog één potje even doen. Dus ik zie jullie zo. En aangekomen bij het volgende potje. Ons potje is als eerste begonnen met killen. Dus dat is alleen maar goed. Ik weet dat hier boven niet wat zat. Het is best wel lekker normaal. Je hebt hier meer beschutting. Je hebt wat meer te doen. Je kan wat meer. Dat is mooi. Hij revieft hem ook nog. Kut hammer. Waarvoor moet je hem nou weer merken? Shit happens. Eigenlijk zou je best wel goed kunnen snipen op dit moment. Our team is in the lead. Our side 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 is in the lead. Misschien, als het kan. Mag, moet niet. Mag. Our team is in the lead. Thank you.
dat was dat. Ik hoop dat ik een beetje geholpen heb, maar ik denk het niet. Oh, ik al niet. Deze komt maar. Ik had daar net al iemand die kill maakte. Deze kant. Zo zijn we hier wel. A sentry kit is available near your location. Run. Ik heb mij net open. Oh, kut. Op het moment dat ik het voel, daar denk ik al van kut. Ik ben uitgeschaald en dat klopt eigenlijk. Het leven is leuk. Ik ga boven even wat. Halfway there, we need to push harder. Als ik hem niet heb gekild, dan is hij niet meer. Zo, hoppakee. Headshot. Wat een magazine, wat een man. We have almost won. Ah, victory. Granaat. Fuck you. Fuck you, genaadkill. Echt gewoon fucking hell, man. Dat is gewoon echt een pure massa hebben. Dat is echt puur massa hebben. Hier een duit. Ik
Choking ore. Choking ore. En dat is niet fijn. Ik word beschoten. Ah. Er was er eentje net voor in die deuropening daar verderop. Maar we hebben victory, we hebben gewonnen. Dat is mooi. We hebben 4 kills, 3 keer dood. Dus we hebben meer kills dan dood. Dus dat is mooi. Hoop dat jullie in ieder geval genoten hebben van deze aflevering. Geef alvast een duimpje omhoog. Vergeet niet op de abonneerknop natuurlijk te drukken. Vraag me ook niet te volgen via social media natuurlijk. En vergeet nou ook niet de reactie natuurlijk hier achter te laten. En dan zeg ik hier nog bij deze jongens. Op het einde van het wachten dat we een pakket krijgen, krijgen we dat waarschijnlijk niet. En anders gaan we daar natuurlijk de volgende aflevering mee verder. Maar ik denk het niet. Wachten. Ik denk het niet. Nee. Nope. We krijgen niks. In ieder geval, ik zeg bij deze jongens, laters.